Yo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Mafia 3. Ik moet weer naar die bar toe, waar we die ene dronkaard altijd zit. In ieder geval, ik wil klaar even iets mededelen. Ik probeer ook even wat dingen in mijn eigen tijd te doen. Waarom? Omdat dat gewoon ook, ja, veel, dus kleine stelde missies zijn. Gewoon even iemand uitschakelen en daarna is het weer klaar, weet je wel. Ik kan het wel een manier laten jullie zien. Moet je het even in de reactie laten zien, als ik gewoon alles moet laten zien, moet je dat eventjes in de reactie zetten. Maar ik weet niet echt of dat veel mensen erop zitten te wachten. Ik denk het niet echt. Dus ja, waarom doe ik ook gewoon eventjes wat in mijn eigen tijd? Dan weten jullie dat eventjes. Dat zijn gewoon kleine dingetjes, dat is gewoon, ik doe geen hoofdmissies of story missies. Dat laat ik natuurlijk gewoon aan jullie zien. Sonny's back over at the Robert O. His language has taken an especially colorful turn of late. I take it the butcher didn't appreciate Sonny's loan sharking and protection rackets being disrupted. You got that right. And the Shinola has hit the fan. Sonny set on getting things back to normal. You know, keeping his people more scared of him than you. We'll see about that. Keep your head down till this is over, hear? Okay. Confront Sonny Blue. We moeten en confronteren, oké. Okay. Fijn dat mijn auto ook elke keer weg is als ik hier wegkom. Echt waar, wat is dat voor bullshit? Ik wil wel even een mooi autootje hebben eigenlijk. Nou, maar zijn hier geen politiemensen? Nou, dan pakken we deze maar. Oeh, dat scheelt er niet zo heel veel. Oké, let's go naar die Sonny Blue. We moeten hem confronteren, dus. Nou ja, laten we dat maar eens eventjes doen dan. Oh mijn god, ik heb mee hier. Even kijken, hoe kom ik er nu? Oh, dit is blijkbaar mijn weg. Oké, okay, dat is ook fijn. Maar ik kan hier van mijn wandel links. Dan ga ik het spoor op. Het is wel fijn, want deze heb ik eigenlijk al gehad. Maar eens kijken of er nog steeds enemies zijn. Hé, hey, wat is, kunnen we hiermee? It's freedom. Een van de vier communes. Propaganda, oké. Okay. Als het goed is, zou iedereen dood moeten zijn, want ik ben hier alweer geweest. Dat heb ik ook in de video laten zien, als het goed is. Dus dat hebben jullie niet gemist ofzo. Dan zag ik er van mij nou wel een. Mag ik deze deur ook openen? Fijn, er zijn er nog wel mensen hier. Ik ren gewoon naar die vent toe, ik vind het wel prima. Een beetje onzin dat ik het nou weer allemaal moet doen. Oké, okay, die hebben we ook even gehad. Ik heb hem even doorheen gedaan. Ik kan niet zo zin om al die lui weer te killen. Yes, enter. Sign to. Oké, okay, al die lui zijn mooi weg nu. Alles is netjes opgeruimd. Slaughterhouse is clear. Send your people. Hey, don't worry about the bodies. My
Nou, de bodies zijn toch al opgeruimd, dus dat vind ik toch wel netjes. Ik zie er wel wat geld liggen. Dat neem ik natuurlijk altijd even mee. Als je doodgaat in het spelletje, dan verlies je... Oh, ik mag niet meer nemen. Dan verlies je gewoon moeilijk voor geld, heb ik al meegemaakt. Dus ja. Nou, daar zijn de boys. Wel een beetje een kutcamerapunt, want ik zie er nou op dit moment niet zo heel veel van. Want die auto ervoor staat. Hij kwam naar de States als een boy, toen zijn vader fled Ireland. Likely because of his involvement in the Irish Civil War. After his father died of a heart attack, Burke started running booze to support himself. I mean, he turned bootlegging into an entire industry, and Sal Marcano took notice. Burke worked his way up the ranks, but could never be made because he wasn't Italian. All right. Even kijken, teken in de district. You've taken down one of the district records, oké. Ja, het heeft iets met districten te maken. Ja, die horen natuurlijk bij mij. Oké, dan zijn al die dingen hier ook weg, dat is ook wel fijn. Wat doen we nou, iets nieuws doen of? Even kijken hoor. Voor mij kunnen we nu hier wel weer iets doen. Denk ik, wat is dit? Even kijken hoor. Ik ga hier die nog wel eventjes doen. Of die, ook goed. Dus we moeten eerst eventjes weer naar buiten. Dat zijn we al. Nou, laten we die auto maar pakken. Dan gaan we daar... Oh, wat? Police... Dispatcher, oké, okay, Burks, oké. Okay. Blue Sons, oké. Okay. Je krijgt nog wel steeds instructies. Dus ik denk dat er sowieso nog meer instructies zullen komen van hoe en wat. Maar dat rode, dat is dus iets wat je kan opblazen, destroy. Maar wat je daarvoor krijgt, dat snap ik dan niet helemaal. Oh, er zijn trouwens heel veel politiemannetjes. Jezus Christus, man. Dat zijn er veel. Dat is leuk. Godverdomme. Hoe kom ik daar? Hier misschien langs of zo, I don't know. Hoppakee, die is dood. Huh? Am I crazy or did you catch that too? What? Hey brah. Hey. You okay? Fuck. Hoppakee, die gaat er ook aan. Hey, kom hier! Godver. Wat gaat deze kerel nou doen? Don't you fucking move. Who the hell are you? Tell me what you know about the Sweetwater. Oh, drive like a madman. Oh my god. Catch an informant in the car and you will drive like a madman to force them to talk. Speed drive on the wrong side of the road, drift and perform jumps to scare informant on talking. Oké. Okay. Nou, dan gaan we dat even doen. Nou. Praat, jong. Stop the car! Everything you know, let's hear it. They don't tell me shit. I'm a fucking nobody. Tell me what you fucking know. You barely missed that, motherfucker. Fine, fuck it. Kill me. What do I care? This only ends one way. Who's gonna pay for that? Nou, ik niet. Dat weet ik wel. En ik heb hem compleet. I know where it's being stashed.
Dan maar Q. Oké, dan moeten we... Waar moet de fuck moeten we nou helemaal heen? Oké, dan moeten we daar weer heen. Gaan we daar weer eventjes heen. Maar laat eens even in de reactie achter als jullie echt alles van de game willen zien. Dus dan probeer ik ook gewoon zoveel of zo weinig mogelijk te knippen en weet ik het allemaal. Of gewoon echt de speciale missies en zulke dingen, weet je wel. Gewoon echt de story, de storyline. Dat ik heus wel alles laat zien, dan gaat dat niet allemaal, maar ik denk dat het gewoon dan heel erg saai voor jullie gaat worden. Dat denk ik zelf. Dus ja, jullie moeten het maar even zeggen. Oh, het is fijn dat hier ook allemaal politielui zijn, hè? De fuck doen die lui daar? Kutzooi, dan kan ik er niet heen. Anders ga ik eerst daar nog wel eventjes kijken wat ik daar nog even kan doen. Oh, oh, oh. Politieman ziet gelukkig niks. Nou, wat kunnen we hier doen? Oké. Okay. Nou, ik zeg bye. Die kan ik weer eventjes doen. Nou, laten we dat maar eventjes doen. Holy, dat was flink geschoten trouwens. Oh, kut. Nou, die is ook dood. Even kijken wat hier allemaal nog meer te doen is. Zo wat andere. Kan ik dat ook oppakken? Waar klim ik op? Ik klim op niks. Zo, die is dood. Dat moet je gewoon opblazen zo, dat snap ik nog niet helemaal precies. Moet dat af? Hoppakee, die is ook dood. Tenminste, in ieder geval best nog oud aan. Fuck man. Ik kan het zeggen, gaat hij ook nog kapot of ik heb niet zoveel kootjes meer voor dit wapen. Pistol zit nog waar al wat in. Oh, laten we de sniper even meenemen. Oh, er zit ook maar twee kogels in. Nou ja, laten we het daar maar mee doen dan. Waar is onze auto? Die had ik hier neergezet of. Dit is hem, ja. Oké, dan gaan we nu naar deze nog, denk ik. Heel veel politie daar ook weer, dat is ook heel erg fijn allemaal. Zullen we kijken wat we daar nou moeten doen dan? Kut, die politie is daar nog steeds, dus ik weet niet precies hoe ik dat moet handelen, hoor. Holy, die vrouw valt ook gewoon om. Ja, maar wat de fuck doen die politie hier nou dan? Oh. Deze meekootjes, ja.
permission to shoot somebody. Now you got the law on you. Oh, yes. Hoe dan? Ze hebben nog niet eens gebeld. Godverdomme. Deze politie is voor mij kutter in GTA, want ze weten ook precies waar ze heen moeten. Even kijken hoor. Kunnen we ook zwemmen? Ja, nou doodle doggie. Even zwemmen hoor. Ze verliezen we me wel snel, dat is op zich best handig, ja. Maar dit is wel een beetje het dan, want ik weet dan niet precies hoe ik daar nou moet komen, want die politielui dan moeilijk daar zijn. Ik kan denk ik gewoon, ja, wat is dit precies? Father James, oké. Okay. Dat zal dan wel. Ik kan er niet, gewoon niet komen als al die politielui er zijn, weet je wel. Dus dat is even kut. Kan ik hier ook überhaupt nog uitkomen of misschien via de boot dan? Ja. Eens even kijken hoor. Anders gaan we gewoon hier dus eventjes heen. Dat kan natuurlijk ook. Pakken we even een autootje. Wat denk ik nou aardig pittig gaat worden, want dit is allemaal politielui hier. Daar staat eentje. Oh mijn god. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Nou, ik zeg bye bye. Holy. Dit gaat ook gewoon niet goed zo. Oh. Wel, in de spiegel zie ik een politieauto, maar what the fuck? Hij zit helemaal niet achter me. Oké, game. Beetje bugged ofzo. Ja, maar die auto is moeilijk kut, want die banden zijn lek. Ga, pak snel een andere auto. Cabrio kun je zo instappen, dat is wel makkelijk. Nou, ik zeg bye bye. Godverdomme man. Politie is best kut hier. Ik vind het kutter dan in GTA, om even te zeggen. Nou, bye bye zou ik zeggen. We gaan eens eventjes naar die andere kant van de stad toe. Naar Cassandra had hij al, zeg maar. Dan gaan we eens even kijken of we daar überhaupt nog iets kunnen doen. Want ik weet niet precies wat nou helemaal de bedoeling is. Dikke jeep hier, die is ook best wel vet op zich. Het draaien is op zich best wel leuk, alleen het is... Ik vind het op zich best wel redelijk druk en... Nou, druk niet echt, maar een beetje onoverzichtelijk. Laat ik het daarop houden. Oh, die auto had ik even niet gezien. Oh. Put je maar gelukkig niks in de gaten. Ik ga er snel even door. Hier naar rechts toe. En dan gaan we over die brug heen. En dan eens even kijken. Of we daar überhaupt iets kunnen doen, mensen. Want ik vraag me af wat nou precies. Ja.
wat nou helemaal de bedoeling is. Het ziet er wel vet uit zo, hè? Nou, we gaan dan met een behoorlijke snelheid nog eventjes die brug heen. Oh, auto. Godverdomme. Oh, dan zijn we hier weer, oké. Okay. Eens kijken wat hij heeft te melden, heeft onze... Deze gast heeft bijvoorbeeld voor mij bedoeld, dus bij de politie gewerkt. Of werkt nog steeds, I don't know. Hoe dat precies zit, maar... Oh, watch yourself around. I guess you were able to keep Burke sober long enough to get him on our side. Oh, hier, dit is deze. Moeten we nou die doen. Ja, zo. The man himself, Mr. Vito Scaletta. You gotta be shitting me. Last couple months have been pretty tough on old Vito. Sal's always hated him. Thought he was a mole for the commission, but he couldn't do anything about it because Vito's maid. After the heist, Sal refused to pay Vito his cut, and then he put the clamps on him. He's been trying to limit Vito's ability to pay what's owed. And if Scaletta can't kick up, the commissioner gave Marcano permission to whack him. The only reason that Vito is still above ground is because he has a couple off-the-record businesses. He's been using that money to pay Sal. Gotta give Scaletta credit. Pretty goddamn tenacious. He's lasted a lot longer than I thought he would, but the clock is ticking. A couple weeks ago, Sal sent in his nephew, a kid named Michael Greco, to help Vito run River Row. Greco's been using his guys to limit what Vito can do, where he can go. Once he has Vito completely boxed in, he'll make his move. Scaletta okay. Has to know what Greco has planned. Pay him a visit. See if I can leverage this thing with Greco to bring Scaletta around in my way of thinking. I'm sure I'll appreciate your concern. Work the man who bleeds. Okay. Dan moeten we weer. Oh, dan gaan we de badkamer in. We moeten door deze deur. Maar dat gaan we dus doen in de volgende aflevering, mensen. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden van Mafia 3. Zet nog eventjes in de reacties neer wat jullie dus willen. En dan zie ik je natuurlijk weer bij de volgende video. Later.